Mijn naam is Jeroen Fortuyn, ik ben 23 jaar. Ik werk bij Albert Heijn in Zwijndrecht, waar ik ook vandaan kom. Mijn functie bij Albert Heijn is teamleider. Teamleider is eigenlijk de persoon die ervoor zorgt dat de voorraden kloppen. Die zich bezighoudt met het tellen van de producten die over zijn. Of van de producten die juist niet meer in het schap zijn. Daarnaast doen wij ook heel erg sturen. Wij zijn ook de leidinggevende van de vakkenvullers. Er is natuurlijk een hoop veranderd, afstand bij de kassa's. Er moet gewoon goed afstand worden gehouden, dat wordt allemaal goed nageleefd. Bepaalde dingen moeten nu echt verplicht gebruikt worden. Dat is in het begin natuurlijk even wennen, het is ook natuurlijk voor iedereen onwennig. Maar daar is iedereen best wel snel overheen gestapt en ik denk dat we dat wel goed met z'n allen hebben opgepakt. Klanten, medewerkers, teamleiders, dus dat gaat allemaal heel prima. En soms heb ik ook wel het idee gehad dat het wel te benauwd werd. Dan niet voor mezelf, ik kan op zich best wel genoeg ruimte voor me creëren. Maar voor mijn collega's, veel medewerkers die dan binnen afstand van klanten eigenlijk omsingeld werden. Maar er zelf niet uit durfden te stappen. Ja, dan moeten ze toch even opstappen naar de klant. Veel wil ze afstand houden. En dat durven ze niet allemaal, dan staan ze toch. Soms staan er gewoon 2-3 klanten om hen heen producten te pakken in afstand. Ik vind het soms wel jammer dat we niet genoeg respect krijgen van onder de media, maar ook andere de klanten. Alleen vind ik dat wij soms wel wat meer aandacht mogen krijgen, omdat wij gewoon wel soms in de brand aan staan. Soms zijn de winkels zo druk en zitten ze op het randje van wat er binnen mag komen, dat het gewoon een beetje overvol wordt. En het is allemaal goed te handhaven, alleen soms houden de klanten niet altijd even veel afstand, waardoor het best wel gevaarlijk kan worden. Normaal gesproken heb ik een 10-uur contract, maar nu vanwege alle drukte rondom corona en de veiligheid werk ik soms gewoon 40 uur per week. Ja, dat kan zwaar zijn, soms ben ik wat vermoeid, merk ik het wel. Alleen ja, het is gewoon hard doorwerken en je krijgt er ook wel voldoeningen uit. Ik vind vooral dat het stukje naar elkaar kijken, respect voor elkaar, maar ook gewoon met elkaar omgaan in deze tijden. Ik vind dat het wel erin mag blijven in de samenleving, zeker als collega's onder elkaar. Dat iedereen let toch wel een beetje op elkaar, denkt er ook aan anderen bij. Dus zeker ook als wij producten hebben die waarschijnlijk over datum gaan of die niet goed verkopen, gelijk naar de voedselbank. Want ja, dat zijn natuurlijk wel groepen die bijvoorbeeld minder hebben en die nu een steuntje in de rug kunnen gebruiken.